zijn hier met de KPN Junior Schaatsclub en we toeren door het land. Vandaag zijn we in Gouda, maar we gaan iets van 18, 19 ijsbaantjes af. Dat is het ijstijd-evenement en we hopen zoveel mogelijk kinderen lekker te laten schaatsen, zodat als er natuurijs komt, iedereen goed kan schaatsen. En hoe zijn de reacties over het algemeen van de kinderen? Zodra er ijs is, dan wordt iedereen altijd helemaal gek. Dus iedereen is dol enthousiast. En wat doe je dan tijdens zo'n les? We doen heel veel variatie. Dus we beginnen natuurlijk een beetje met oefeningen zoals balans. En een beetje die bovenbenen, een beetje in die kniehoek. We doen allerlei spelletjes, we doen estafetten. We doen pirouetjes, we doen van alles en we dansen en we springen. En we maken er één groot feest van. Wat doen jullie vandaag als club zijnde hier? Ja, wij doen het elk jaar, gewoon hier op de marktclinics met KNSB. Begeleiden wij de basisscholen vanaf groep 4 tot en met groep 8. En die geven een schaatsles. En wat voor invloed heeft dat op de club? Merk je bijvoorbeeld dat er meer leden komen hierdoor? Ja, dat is wel grappig. We merken bijvoorbeeld als we naar foto's van een paar jaar geleden kijken, zeg maar een soort herinnering, dan zien we toch weer dat dan de kinderen opeens een jaar later toch lid zijn geworden. Dus soms zien we niet direct effect, maar dan een jaar later blijken ze toch opeens gewoon zin in schaatsen te krijgen of in skileren. En dan zich toch de weg te kunnen vinden naar Schaatsclub Gouda. Dus het is niet zo dat wij nou per se denken van ze moeten lid worden van de club. Dat is mooi meegenomen. Maar het belangrijkste is dat we gewoon, gewoon de kinderen een leuke dag op de schaats geven. En hoe vind je het om schaatsles te krijgen? Heel erg leuk. Ik zit al 5 jaar op school, dus we gaan elk jaar hier schaatsen en dat is gewoon super. Het was super leuk! Yeah!